dat wel? Van die stenen bakjes die je zo aan de verwarming hangt of heen. Maar de enige en de meest ultieme oplossing om de luchtvochtigheid van jouw ruimte te verhogen, gaat nu voor jullie voordragen. Hier is voor jullie Rotterdamse Kerk! Breekbaar. Breekbaar is het juiste woord. Een woord op mijn lippen. Een woord op mijn mond. Breekbaar als net gesponnen glas, wat geluid geeft met het juiste zuchtje wind. Breekbaar ben je als je de kar met wieltjes voorduwt, een zakje afval met bananenschillen en lege flessen advocaat. Meer is het niet. Breekbaar ben je als je je oude lichaam beweegt door de lange gangen en je bijna omvalt door onzichtbare duwende handen richting vloer. Jij, zo breekbaar die graag zou omvallen, samen met de dood. Dat is jouw wens. Gewone, flinke, harde valpartij en in één keer dood. Zo breekbaar. 93 jaar en met de grootste storm niet om te blazen. Ik geef je een duw. Keihard. En dat voelt goed. Ik heb een soort beleid gemaakt en dat heet eigenlijk het kroelbeleid. Dit verhaal gaat over hoe je meer kunt kroelen en voelen in deze onvriendelijke wereld. Echt zin in. Kroelen is totaal iets anders dan omhelzen. Kroelen is iemand even met toestemming natuurlijk, want anders gaan we weer naar ongewenste intimiteiten en daar zitten we niet op te wachten. Er mag namelijk meer gekroeld worden, dus kijk even links naast je, kijk even links, rechts mag ook, maar niet te lang. En pak elkaar eens stevig vast en houd het eens 5 seconden voor. Pak elkaar eens even vast. Even vasthouden, ja. Wij. Het is heel simpel. Van kroelen word je zacht en blij. Ja.